En toen had ik dus seks. Alles zat eronder. En zeiden, oh, zeg gewoon dat je een bloedneus had. Op mijn 16 of zo echt mijn eerste orgasme. Van mezelf. Toen dacht je, hoezo wist ik niet eerder? En toen dacht ik, wow, dit ga ik vaker doen. Had jij dat ook dan? Leuk dat je kijkt naar Schaamteloos. Want ik wil alles weten van onze gasten. Taboes, stories, geheimen. No shame, jij hoeft je nergens voor te schamen. En vandaag naast mij in mijn megabed... Nina! Yeah! Nou, deze vrouw heeft bijna geen introductie nodig. Ze is prachtig, ze gaat super lekker op Instagram en op YouTube. En je hebt natuurlijk een kookboek uitgebracht. Is er iets waar jij je vroeger voor hebt geschaamd? Vroeger op de middelbare school was ik een van de eerste meisjes, dames, die borsten kreeg. Mm-hmm. En de rest niet. Dus ik dacht van, yo, dit is echt raar. Ja. Alleen mijn vriend zag er dus gelijk al het voordeel van. Die dacht, hoppa, die moet ik hebben. Die begint vroeg. Want ik had juist dat ik soort van heel lang nog plat was. Dat soort van iedereen in mijn klas wel borsten had. En daar was ik dan onzeker over. Maar jij was soort van tegenovergesteld. Ja, ik dacht, wow, joh, hoezo groeit dit bij mij? Hallo, rustig aan. Hallo, ik trok kilo. Laten we beginnen met de vragen. Oh, ah, daar is die. Ja, dit is de grote box. Hier zitten vragen in van kijkers. Die hebben ze naar ons gedm'd. Okay. Ik zou zeggen, let's go. Wat is het meest ongemakkelijke wat je ooit hebt meegemaakt in bed? Ik was toen 15, 16 en toen had ik dus seks. Toen deed ik altijd het licht uit en ik dacht ik ga het niet met licht aan seksen. Nee. En toen deden we het licht aan, daarna. En toen bekeek ik het bed en toen had zeg maar dezelfde kleur als dit laken. Ik was even vergeten dat ik ongesteld was. Ja, dus alles zat eronder en zeiden, oh, we zeggen gewoon dat je een bloedneus had. Zei hij dat? Ja, ja, oh ja. Dus, hij had ook geen zussen of zo. Dus ik had echt denk, joh, wat is dit? Dood. En ik dacht ook, joh, wat is dit? Ja, toen alles in de container gegooid en hoop dat zijn moeder het nooit had gezien. Hoe oud was je toen je begon met masturberen? Nou, om mijn 15e ben ik dan ontmaagd. Ik denk ook omdat ik best wel vroeg seks heb gehad, dat ik het samen heb ontdekt. Ja. Meer dan dat ik het eerst alleen heb ontdekt. Maar ik heb nooit echt bewust dat gedaan toen of zo. En is er dan een moment geweest voor jou dat je een soort van een switch had? Dat je dacht, oh wacht, ik kan hier iets mee? Want ik had zelf, zeg maar, tot een bepaalde leeftijd dat ik wel zoiets had van, oh, er zit wel iets en ik kan er wel iets mee, maar wat dan? Mm-hmm. En op een gegeven moment had ik dan denk ik rond mijn 16 of zo echt mijn eerste orgasme van mezelf. Toen dacht je, hoezo wist ik niet en eerder? En toen dacht ik, wow, dit ga ik vaker doen. Had jij dat ook dan? Ik kan me dat bewuste moment niet herinneren of nee. Zo. Ja, wel dus de eerste keer dat de jongen een beetje deed, dacht ik, maar toen was het nog een beetje onwennig of zo. Weet je, wat gebeurt er allemaal? Ja. En de ouders zaten ook beneden en dan denk je toch een beetje oeh. Ja. En bij de eerste keer seks dacht ik nou ook niet, nou dit is echt het vuurwerk dat ik had verwacht of zo. Dus ik denk dat het daarna pas echt is gekomen, ja. Ja, en het is ook misschien fijn om eerst voor jezelf erachter te komen wat je lekker vindt. Ja. En dan kan je het ook samen doen. Is er iemand ooit over jouw grens gegaan? Ik heb gelukkig maar één echt ding meegemaakt en dat was toen in het OV. Toen woonde mijn vriend al in Amsterdam en ik in Groningen, ik ging altijd met de trein. En toen moest ik een stukje met de tram. En toen zat dus een man voor mij. En die keek mij dus aan en die ging dus zo met zijn hand zo, in zijn broek zo. En die bleef me aankijken zo. Maar ik was doodsbang. Die stad is vet groot, ik kende verder niemand daar. Het was een beetje 's avonds. Wat nou als hij uitstapt en achter me aan gaat lopen? Ja, en toen ging ik dus uitstappen. En toen ging die man dus achter mij aanlopen. Nou, ik was doodsbang. Maar toen ben ik dus, was een moeder met een dochter. Ben ik naar hun toe gelopen en zeg, hey, kan ik doen alsof ik met jullie ben? Zij zei, ja, tuurlijk. Dus toen ben ik helemaal, was echt super lief. Ben ik gewoon meegelopen, heel stuk om en daarnaast met mij dus naar mijn eindstation meegegaan. Maar ik denk echt, als je onveilig voelt, er zijn genoeg mensen die je willen helpen. Dus zoek iemand op, want op dat moment voel je je super kwetsbaar. Tenminste, zo voelde ik en me. Alleen. En alleen, ja. Maar dat is het enige wat ik me kan bedenken, maar dat vond ik wel echt heel naar. Oh, hier ben ik ook heel benieuwd naar. Ben je wel eens naakt bij vrienden of familie? Ik heb dus niet zoveel met naakt zijn, ja, tijdens de seks, maar... Ja. Maar naakt voel ik me altijd een beetje kwetsbaar of zo. En hoe is dat dan met vriendinnen, als je bijvoorbeeld met vriendinnen in een hotelletje zit? Nee, dat met... boeit me echt helemaal niks. Nee, precies. Daar heb ik echt geen probleem mee. Of staat te eten kakken en dan staat te douchen. Nee, dat boeit me echt vrij weinig. Ja, ik heb ook één keer met vriendinnen gehad, toen hadden we een soort van discussie over hoe je borsten staan. En toen was ze helemaal, ja, maar die, als ik dan ga liggen, dan zakken ze helemaal opzij. Ik zo, ja, maar ik heb niet eens tieten, dus die van mij zakken ook opzij. En ze, nee, dat kan niet, want je hebt geen tieten. Dus dat... En ik zo, jawel, laat zien dan. Ze hebben allebei zo, ja. Oh, ik heb zo bloot op bed gaan liggen. Wat zie je wel? Zie je? En dan gingen we zo vergelijken. Ja, dat moet ook gewoon kunnen, toch? Ja. Ja, vind ik ook. Ja. Ik vind het wel leuk altijd. Nou, Nien, thanks voor al je leuke antwoorden. Ik vond het heerlijk om even met jou over dit onderwerp te kletsen. Ik miste eigenlijk gewoon nog een wijntje en een popcornje. Oh. Dan kon ik de hele avond zo zitten. Ja.
Het is een leuk onderwerp, hè? Ja, het is toch wel leuk om over te praten. Ja. Hey, heb jij iemand waarvan je zegt, nou, die mag volgende keer hier in bed kruipen en over zijn seksleven praten? Mijn lieve vriendin Isade Jansen. Ja. Zij kan ook heel goed de rol van een grote zus, denk ik, invullen voor iemand. Dus ja, ik denk dat Isade hier wel geschikt voor is. Nou, Is. Kom even gezellig met Tante Marije. Hey, thanks voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat even een comment achter en vergeet ons niet te volgen. En tot heel snel. Doei!